Het waren werkpaardjes en de machinisten die erop zaten, die gingen echt niet met een poetstoek elke dag erlangs. Het waren voor hun werktuigen die het gewoon moesten doen. En nou, de omstandigheden waren best lastig. Als je je voorstelt dat je in een open cabine zit, een hoop geluid om je heen, geen of weinig vering, dan zie je wel hoe primitief eigenlijk die locomotieven waren. Wij vinden het als museum heel erg belangrijk dat we zoveel mogelijk van onze collectie laten zien in een zo historisch mogelijke omgeving. Het museum wilde daarom uitbreiden. Kijk, dit is dan de nieuwe motorlocomotievenloods, motorlocomotievenloods 2. En als je hier binnenkomt, dan voel je eigenlijk al het sfeertje zoals het in de jaren 30, 40 van de vorige eeuw was. Een deel van het geld hiervoor kwam uit een verrassende hoek. Pieter Leemans kwam uit Leiden en was een meester instrumentmaker. Hij werkte voor TNO. En het was misschien wel een soort vakidioot. Hij ontwikkelde de prachtigste machines en hij werd door de technische mensen van TNO werd hij enorm gewaardeerd op wat hij gemaakt heeft. Hij is nooit getrouwd geweest, hij was één als kind. Hij is op hoge leeftijd gestorven en hij heeft zijn volledige vermogen, en dat was best wel aardig wat, ook door de woning die hij had, heeft hij nagelaten aan goede doelen hier in de omgeving. En omdat hij onze organisatie zo enorm op prijs stelde vanwege de technische skills die hier zijn, de technische vaardigheden, heeft hij ons ook een bedrag nagelaten. Naast de uitbreiding heeft het museum nog meer dromen. We hebben nog steeds geen vrouwelijke machinist en dat is nogal een jarenlange wens van ons. Je kan dat niet van de een op de andere dag worden, maar ik zou dolgraag willen dat we meer meiden hier die techniek leuk vinden hier op de locomotief zouden hebben. Ja.